Goedemorgen, ik ben me al aan het opmaken, want ik was een beetje laat. Ik had mijn wekker een beetje verkeerd gezet. Dus ik heb nog een kwartiertje. Ik heb me aangekleed, ik heb een rokje aan van de... zeg het eens. Ik heb hem nieuw gekocht in Amsterdam en hij is van de Bershka. En dit vest is van de H&M, die heb ik ook nieuw gekocht in Amsterdam. Maar ik denk dat ik even een zwart aan ga doen, want ik vind het net iets te comfy staan zo. Dus ik ga nog even een zwart vest aan doen. En ik moet nog ontbijten. Het is echt een beetje stress in mijn hoofd. Ik ga het allemaal wel redden hoor. Maar het is gewoon niet zo handig. En ik was dus al wakker. Want de kat was weer ergens mee aan het spelen. Dus ben ik weer in slaap gevallen. Dat is altijd het grootste gevaar. Hè? Dat je gewoon al wakker bent. En dat je denkt, oh, maar ik kan nog echt eventjes een half uurtje liggen. En dat moet je dus niet doen. Oké, ander vest. Ik heb dus lippenstift opgedaan. Maar omdat ik zulke zere lippen heb, lijkt het net alsof ik het er helemaal naast heb gesmeerd. Dus ik ga het er weer afhalen. Ik heb er weer eens banaan doorheen gedaan. En dat heb ik met de havermout nog niet gedaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat smaakt. En de kastjes staan nog steeds zo. Oh, oh. Nou ja, ik ga vanavond proberen de laklaag eroverheen te doen. Nee, niet doen. Het is mijn eten. Ik vind het wel mooi. Ik ben benieuwd hoe het eindresultaat wordt. Ik kan het nog niet helemaal voor me zien ofzo. Maar ja, dit is een beetje een lelijke kleur wit. Maar ik denk dat het wel mooi bij de groene muur past op zich. Oké, ik ben echt volledig de kluts kwijt. Ik weet gewoon niet wat ik allemaal nog moet doen. Ik vergeet volgens mij de helft. Oké, ik heb in ieder geval nu een zwart vest erbij aangetrokken. Dit rokje doet wel een beetje... Hij is echt statisch gewoon. Nou ja. Ik heb een knotje in mijn haar, maar het is nog steeds super statisch. Kijk dan. Het is echt... Het wordt toch weer een knot zometeen. Ik heb geen oorbellen in. Ik heb geen tijd om oorbellen in te doen. Oké, ik heb een flesje water. Ik heb eten. Ik ben het helemaal kwijt. Ik moet nu gaan. Ik ga gewoon en als ik het vergeet, dan vergeet ik het. Weet je wat ik ook telkens vergeet trouwens? Op de weegschaal te gaan staan. Elke keer denk ik er pas aan als ik mijn ontbijt op heb. En dan denk ik, nou, zal ik het dan alsnog doen? Maar ja, ik ben toch wel heel benieuwd, want ik heb er al langer dan een week niet meer opgestaan. Maar ik denk, nee, dat is niet handig. Dat moet ik gewoon niet doen. Dus, nou ja, waarschijnlijk, ik hoop dat ik er morgen aan denk. En anders wordt het maandag. En dan heb ik het resultaat na 2 weken, dus hopelijk is het dan extra leuk. Ach, kijk nou, hij zit alleen maar kopjes te geven. Ik vind het zo vervelend als ik wegga. Oké, let's go. Wat heb ik nodig? Ik heb niks nodig, dus volgens mij is het ook wel oké. Het is 2:40 en ik ben er. Ik denk dat het zelfs 1:10 is als ik erg ben. Het is voor het eerst dat ik echt gewoon zo op het randje binnenkom. Oh, oh, oh. Doen we ook niet meer. Morgen zetten we op tijd te wekken, gaan we op tijd eruit. Als ik helemaal gehaast ben ook, krijg ik dat ook niet meer zo goed uit mijn systeem. Dat vind ik altijd wel vervelend, want dan, ja, gedurende de middag, weet je wel, dan denk ik, oké, relax Sophie, is oké. Nou, ik zie jullie weer over een uurtje, wacht. Het is 6:30 en ik ben klaar. Ik heb nog even een tijdje zitten kletsen, want Nick was toch pas om 6:00 thuis. Ik moest nog wel boodschapjes doen, maar dat stelt niet zoveel voor. Dus ik dacht, ga nog even gezellig kletsen en dan ga ik richting huis. Richting Oud-Heijn dan nu eigenlijk. Ik heb Nick stuurde Nick een berichtje. Wat wil je eten vanavond? Je hebt keuze uit soep en carpaccio of hutspot. Dat kreeg ik echt binnen, nou ik denk echt binnen 10 seconden kreeg ik terug soep. Altijd. Als meneer kan kiezen uit soep, dan wil hij soep. Ik snap eigenlijk niet waarom ik nog vraag. Maar ja, op een of andere manier geef ik hem altijd de keus wat hij wil eten. Dus ook met soep. Maar ik had zelf ook wel echt zin in soep. Want ik ga dus om 7:00 sporten met de buurvrouw afgesproken. En we hebben afgesproken om te gaan functionen. Ja, functionen wou ik zeggen, maar dat is geen woord. Maar dat is een les, function. En ja, ik heb het 1 keer eerder gedaan. En ik zal even voor de grap een foto van mijn hoofd hier in de vlog zetten. Ik ben echt 3 uur lang, zonder overdrijf, 3 uur lang een tomaat geweest. En ik ging echt, ik dacht dat ik ging overgeven en alles. En hij zei ook, dat is normaal, gewoon doorgaan. En zij wil per se het nu proberen, dus we gaan het doen. Maar ik weet nu al dat ik vanavond spijt heb. Oh ja. 3 keer raden wat mij weer overkomt. Ik ben mijn pinpas vergeten, oftewel die zit in mijn andere jaszak. Dus ik mag weer eerst terug naar huis. Ik krijg gelukkig precies een berichtje van Nick dat hij pas om 7:00 thuis is. Wat eigenlijk ook weer niet zo handig is. Want ik ga dus om 7:00 sporten. Maar ja, ik heb nu gezegd van oké, nou dan eet ik vast de carpaccio. En dan eten we daarna samen de soep of zo. Of, nou ja, maakt niet uit. We vinden wel een manier. Maar ja, het is wel weer echt
Oh, waarom gebeurt me dit elke keer weer? Waarom kan ik niet gewoon... Ik moet gewoon voortaan tegen mezelf zeggen, Sophie, je pinpas hoort in je portemonnee en je portemonnee hoort in je tas. Maar ja, echt jongens. Terwijl ik hem gisteren echt, dus hij zat in deze jaszak. Alleen deze jaszak heeft geen rits, dus ik heb hem gisteren heel bewust hier uitgehaald. Omdat ik dacht, ja, stel voor dat hij eruit valt, dan ben ik hem kwijt. Nou, nu ben ik hem niet kwijt, nu heb ik hem alleen niet bij me. Ik moet hem niet in de jaszak doen, hij moest in de portemonnee. Oh, het is maar goed dat het zo dichtbij is. Ik kreeg ook meteen weer een hele rode kop natuurlijk. Gelukkig kwam ik er in de rij al achter. Want die vrouw die voor me staat, die was een beetje sloom. Dus ik dacht, nou, ik ga vast mijn pinpas pakken. Heel snel alles weer terug in het mandje. Ik schoof, sorry, ik kom zo terug. Oh, vervelend. Echt zo dom ook van mezelf. Nou, ik heb ze hoor. Ook gewoon niet één pasje, maar gewoon alle vier mijn belangrijke pasjes MOV. Oké, mijn sportpas is niet heel belangrijk. Maar heb ik toevallig vanavond nog wel nodig. Mijn bonuskaart. En mijn pinpas. Gewoon in één jaszak. Echt. Ah, oh, die arme Pep. Die was helemaal blij dat ik thuis was. En die dacht, nee, ga je nou weer weg? We gaan heel snel fietsen. En ja, dan ga ik zo weer sporten. Maar ja, Nick is zo ook thuis. Ach, het beest. Het arme beestje. Ik heb ze. Het is nu 6:10. Dus ik heb een half uurtje om even snel wat te eten. En ik weet dat met een volle maag eten, met een volle maag sporten niet zo handig is. Maar ik heb zo'n honger. De laatste keer dat ik gegeten heb was om 12:30 en toen heb ik 2 broodjes op. Dus ik ga gewoon een carpaccio maken, dat is vrij licht, een beetje sla en dan doe ik de soep straks. Maar ja, ik ben een beetje bang dat, weet je, omdat ik de vorige keer echt al het idee had dat ik moest overgeven vanwege de hoge inspanning. Dat als ik misschien met eten op ga, dat ik het er helemaal straks uitgooi. Oh, ik wil eigenlijk geen function doen. Waarom heb ik nou ja gezegd? Oké. Nou, ik ga even laten zien wat ik gekocht heb. Carpaccio, 2 stuks. En deze. Deze kwam ik dus tegen. En dat is dus voor keukenspullen. En ik dacht, oh, die past zo mooi bij de muur. Nu zie je het niet zo goed, maar hij is echt bijna precies dezelfde kleur als de muur. Dus ik dacht, oh, dan ga ik mijn keukenspullen doen. Dat vind ik leuk. Dit voor de carpaccio, de sla, de komkommer, tomaatjes, kaas. En ik heb nog pesto en stokbrood. Ik heb voor Nick voor het brood eiersalade en kaas daarachter. Soep. Ik heb biologisch stokbrood. Dat moet je echt een keer doen, want die is echt lekkerder dan de normale. En melk en pakjes. En dat is het. En nu ga ik lekker carpaccio eten. De carpaccio is klaar. Ik ga die van Nick eventjes in de koelkast zetten. Dan ga ik er soms gelijk aan beginnen. En dan ga ik deze lekker op smullen. Zo, het sporten zit erop en ik ben echt gelijk onder de douche gedoken. Dit was echt niet gezond hoor. Je ziet ook helemaal, ik heb helemaal vlekken en het is echt niet alleen van douchen. Ik had ook altijd sporten, ik voelde echt mijn hele nek. En gewoon omdat je dan warm wordt, je huid wordt warm en dan ga je zweten en dan voel je gewoon... Oh, je voelt gewoon eczeem opkomen, ook mijn oog. Ik heb gewoon een beetje medelijden met mezelf. Maar ik zei ook tegen Pif, het was minder zwaar dan de vorige keer. De vorige keer was ik echt 3 uur lang nog misselijk daarna. En nu heb ik wel een moment gehad dat ik dacht, oh, ik ben misselijk. Maar niet zo zwaar, niet zo erg. Dus of deze jongen was lichter of liever voor ons, zeg maar. Of ik ben beter op conditie, wou ik zeggen. Ik heb een betere conditie, maar dat kan ik dan weer haast niet geloven. Nou, ik ga lekker mijn pyjama aantrekken en op de bank ploffen. Lekker... mijn favoriete programma kijken. Ik ben alleen even de naam vergeten. Temptation Island. Het is 11:30. Ik doe een poging om in bed te liggen. Maar dit monster ligt hier echt zo gewoon. Ik heb nog heel eventjes met de buurvrouw gezellig op de gang staan praten. En uiteraard tv gekeken met Nick. Maar nu is het echt slaapie tijd. En Nick die ligt slaap op de bank. En ik heb al 3 keer gezegd dat hij naar boven moet komen. Mijn huid is trouwens al best wel bijgetrokken. Best wel, een beetje. Echt, het is de grootste struggle in de winter. Een droge huid. Ik heb je poot. Ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Welterusten en tot morgen. Goedemorgen. Het is bijna 10:00 en ik wilde er vandaag iets eerder uit dan gisteren. Nu ben ik toch wel een soortje dag kwijt.